Dave van Raven, de zanger van de uh, Kik. Ja, jullie zijn afgelopen week hier in het uh, Wennekerpant uh, geweest uh, voor uh, de voorbereiding uh, van de theatershow. Ja, we zijn afgelopen maandag uh, zijn we hier zo aan de, een beetje aan de gang gegaan. En uh, ja, het is altijd weer natuurlijk met een nieuwe show, uh, ja, die moet je helemaal in elkaar draaien. Weet je? Het is niet alleen maar liedjes spelen, maar het moet ook allemaal in elkaar overlopen. En uh, ja, met decor en gitarren, wissels en we uh, oude hoeren. Dus je hebt al wel echt wel een weekje nodig om uh, dat eventjes allemaal in goede banen te leiden. Ook met de uh, jongens van de techniek. Weet je wel? En, uh, maar hartstikke goed en we zijn altijd uh, hier zo welkom om dat, uh, om, dat eventjes, uh, ja, om dat hier zo te doen. Uh. Ja, want is dat voor jullie ook fijn dat je een vaste plek hebt waar je dat al kunt uh, repeteren en uh, eraan schaven? Ja, nou, het is natuurlijk heel erg lastig om dat in je eigen oefenruimte allemaal te doen. Weet je, dat is natuurlijk maar klein en uh, ja, daar kan je niet heen en weer lopen. Dus dan kan je nooit het ja, doen zoals je dat uh, dan ook uiteindelijk in het theater doet. Weet je, wel. dus we hebben wel een theater dan nodig om, uh, om, ja, om het ook te kunnen repeteren. En dat, uh, dat is hier is dat heel goed mogelijk, dus uh, dat, dat is prima. En je hoeft niet elke avond alles op te ruimen weer, dus uh, nee joh, hartstikke goed. Het is een tour die jullie ondernemen naar aanleiding van het album De Kick Hertaald. daarin hebben jullie allemaal uh, popklassiekers uh, van een uh, Nederlandse tekst uh, voorzien. Ja. Um, hoe zorg je ervoor dat je dat ook uh, in het theater uh, kunt brengen? Ja, nee, je, je, wel, je verzint daar natuurlijk allemaal, uh, allemaal dingetjes omheen dat het echt uh, tot een, uh, ja, een zo kloppend verhaal uh, dan wordt. Weet je wel? Dus uh, kijk, ik lul een hoop tussendoor uh, over uh, een beetje de achterliggende gedachten van die num. Tenminste, dat moet je niet te zwaar nemen hoor. Maar hey, je maakt eens een geintje en uh, je doet dus een verkleed partijtje. En, uh, kijk, in het theater kun je natuurlijk heel veel meer dan dat je gewoon op de bühne kan in de clubs. Weet je wel, laten uh, we zeggen. Hè, zoals Paradiso of weet je wel. Dat is natuurlijk vooral dat je gewoon daar zo'n muziek maakt. En hier zo kan je ook nog iets anders doen. Je kan ook het publiek in weet je, als je daar zin in hebt. En uh, ja, ik vind het wel heel erg leuk zelf. Uh, dus nou onze derde, uh, nou, weet je, onze derde tour in het theater. En dus elke keer is dat heel iets anders dan wat we uh, ja, in de clubs doen. Dus ja, ik kan mij daar wel in kwijt natuurlijk. Het leuke van het album is dat veel mensen denk ik ook hadden verwacht dat jullie veel nummers uit de jaren 60 uh, zouden bewerken. Maar er staan ook uh, nummers uit de jaren 90 en nog uh, vrij recent materiaal uh, ook op. Ja, ja, dat waren natuurlijk allemaal uh, van die nummers, daar werden we gevraagd door bijvoorbeeld Giel weet je, op de radio. Van jongens, kunnen jullie FSS-nummers uit de jaren 90 dan dus uh, uh, s morgens uh, komen doen? He, dus in je eigen stijl. En dan gingen wij het altijd, dan, zeg maar, in, het, ja, altijd uh, gewoon in het Nederlands doen. Dus dan, ja, dan deden we dus, weet je, inderdaad, zes nummers uit de jaren 90 Dus dan ga je dan zelf eens kijken van wat zijn nou een beetje, een beetje, ja, je, een beetje nummers die nog een beetje te pruimen zijn uit de jaren 90 Nou, dan kom je toch wel, ja, weet je, wel een hoop goede, goede nummers tegen. En die hebben we dan dus vertaald. En uh, ja, dan, weet je, op een gegeven moment zit je dus met, uh, ja, denk veertig songs, zeg je wel, die je dan allemaal hebt. En die hebben we op de plaat gezet, tenminste, twaalf of dertien daarvan. Ja, de nieuwe single is uh, Lente in de Herfst, dat is uh, Losing My Religion van uh, R.E.M. Hoe ga je dan om met zo'n nummer? Ga je dat dan letterlijk uh, vertalen of maak je daar inderdaad een hertaling van? Ja, het is een hertaling, want uh, ja, die tekst van, uh, ja, van het origineel, daar is geen, echt geen touw aan vast te knopen. Dat is haast een soort uh, ja, een aan, zou ik haast zeggen. Weet je wel? Uh, ik heb niks tegen die, tegen die jongens, hoor, maar misschien dat dan weer zo lijkt. Maar een beetje zo poëtisch, uh, weet je wel? dus ik kon daar zelf geen chocola van maken. Dus dan heb ik het. Uh, ja, ik heb het een paar keer heb ik het dan zeg maar geluisterd. En dan het gevoel van het nummer wel een beetje overend gelaten. Natuurlijk, kijk, het gaat niet in één keer over een kermis of zo, weet je. Wel. Het gaat om, uh, ja, je, de mensen moeten het zelf maar luisteren. En dan kan je gewoon zelf maar bepalen waar het over gaat uiteindelijk. Wat is nou een lied geweest waarvan je zegt van nou, dit is wel een hele goede hertaling geweest van het origineel of is dat moeilijk aan te geven? Nou, vind, kijk, ik vind ze natuurlijk allemaal vind ik ze steen goed zelf, maar. Uh, <laughs> nee, uh... Ik vond weet je wel, van de King's Sunny af te noemen. Dat vond ik zelf heel leuk geluk. Zaten leuke ja, soort geintjes in. Niet geen, geen onderbroeken lol. Weet je, maar een beetje, ja, een beetje woordgrapjes en dat soort dingen. ja daar ook altijd van. Dat is ook helemaal. Ook een spekje naar mijn bekje natuurlijk wat dat betreft. Ik vind de King's te gek. Dus ja, dat, dat vind ik sowieso heel leuk om, om te doen. Ook altijd. Ja. En dat is ook de reden dat hier bijvoorbeeld nu een bankje als een, als een decorstuk staat. Dat heb jij goed gezien. Ja, daar staat hij. Super gezellig toch? Ja, want het wordt bankje in de zon en uh, jullie versie. Ja, dat klopt. Dus ik zit ook in de voorstelling. Ik zal niet alles weggeven, maar ik kan het makkelijk zeggen, want stel ik niet veel voor. Ik zit op dat bankje zit ik het te in. Nou, ja, je bent uh, ook met andere dingen in de weer geweest in de afgelopen periode. Hoe leuk is het dan weer dat je weer gewoon met de mannen van de Kik weer dingen kunt gaan doen? Ja, ik heb er heel erg naar uitgekeken. Mag ik even uit, want ik kijk helemaal niet naar uitnames. Nee, 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 nee. nee, echt hartstikke leuk. Het is nou wel weer een tijdje is geleden dat we. Ja, dat we in het theater gestaan hebben, wij hebben wij betussendoor natuurlijk wel gewoon in de clubs hebben gespeeld en op festivals en zo. Dus dat is gewoon altijd doorgegaan. Maar ja, dit is voor ons altijd weer een, uh, ja, eigenlijk een hele andere soort ervaring. Weet je, wel? je gaat echt weer iets, uh, ja, weet je wel, iets nieuws doen. En dat is altijd in het theater gewoon heel erg leuk, omdat we er helemaal met z'n allen uit te zoeken. Dus, weet je wel. hoe je daar invulling aan. Uh, weet je je invulling aan. Uh, hè? <laughs> ja, ik weet het ook niet meer. Maar uh, nee, uh, ja, hartstikke leuk. Ik kijk er naar uit. Nou, de laatste vraag nog eventjes. Zijn jullie er klaar voor? Uh, we gaan hem nou nog één keer doorlopen. Uh, en dan hopen we dat we er morgen klaar zijn. Ja, maar uiteindelijk, als het oriënt uh, showtime is, uh, ja, dan moet het gewoon klaar zijn. Weet je wel. Dus we doen hem nog één keer en uh, dan zijn we er helemaal klaar voor. Ja. Raak ik jullie hiervoor nog heel veel succes toewensen in Schiedam. Ook heel veel spelplezier en ook heel veel plezier met de rest van de Tour. Uh, ja, hartstikke bedankt. Ook de cameraman en de mensen thuis natuurlijk. Hè. Dag. <laughs>